Hallo allemaal, ik heb hier een spiksplinternieuw pakket van Creativair. Aard Pop-up Flowers. We gaan even kijken wat er allemaal in zit. Van deze serie is er ook nog het pakket uitgekomen Pop-up Landscapes. Ook een heel mooi pakket, maar daar straks meer over. Eerst even kijken wat erin zit. Dus hier zien we de basiskaarten. De plaatjes zijn gemaakt door Charles Coles. Ja, 4 prachtige kaarten. Wat vinden we dan nog? Dit is het designpapier. 4 verschillende kleuren designpapier. Paarse, blauwe, beige en oranje herfstachtig. Rood eigenlijk voor de bloemen. Dan hebben we eerst en vooral de binnenkaarten, ook in 4 verschillende kleuren. De labeltjes en de omslag om de kaarten vast te houden. Hier zijn nog de 2 andere binnenkaarten. De bijpassende enveloppen. Kaartjes waar we onze pop-up op maken. De basiskaarten. En wat hebben we dan nog? Ik ga het even omdraaien. Hier zien we hoe de kaarten eruit zien, wat er allemaal bij is. Dit zijn de plaatjes die we plakken op de kleine vierkantjes. Ja. Dan een heel duidelijke werkbeschrijving hoe dat we de kaart in elkaar moeten steken. Hier hebben we de andere kleurtjes van kaarten. En dat is het dan. Ik heb al een beetje voorbereidend werk gedaan. Ik heb alles reeds uitgeknipt, zodat we snel van start kunnen gaan. Ik heb hier mijn basiskaart. Die plooien we dubbel en leggen we nog eventjes opzij. Die hebben we nog niet nodig. Dan heb ik hier mijn strookje met 4 vakjes. Even opletten, 1 vakje is groter. Dat houden we aan de linkerkant. Dat houden we dus aan de linkerkant. We vouwen daar een letter M mee. Zo. Daarop kunnen we deze mooie kleine bloemetjes reeds opplakken. We kunnen bijvoorbeeld beginnen met dit hier te plakken en dan deze hiertussen. Ik ga dit even doen. Ik gebruik daarvoor de crealijm. Je kunt eigenlijk voor alles de crealijm gebruiken, maar straks ga ik misschien toch even de tape gebruiken, omdat dat dan gewoonweg sneller droogt. Even nog eens aandacht. De linkervakje is groter. Dus moet je toch wel eventjes opletten. Dat is een klein halve centimeter groter. Dat houden we steeds aan onze linkerkant. Zodat de vogeltjes niet op hun kop staan. Aha. Dit leggen we even weg en nu nemen we onze binnenkaart. Je ziet dat hier een rillijn is gemaakt, hier is een rillijn en in het midden. Wat doen we? We gaan eerst onze kaart vouwen op de rillijn. Goed vouwen. En deze ook. En nu gaan we dit naar boven duwen, zo. En deze ook naar boven duwen. En dit is hetgeen dat we uiteindelijk gaan krijgen. Zie? Voilà. Dit komt dus in onze binnenkaart. Zo. Zo.
breng lijm aan. Zo. En ook aan deze kant. Je mag dat gerust in twee delen doen en je mag het ook gerust met tape doen. En dan leggen we ons stuk netjes hierop. Voilà. Mooi. Gelijk. Goed aandrukken. Zo. Dan hebben we hier onze twee dessinpapiertjes. Om hier te plakken. Dat gaan we ook doen. Het dessinpapier is echt van heel goede kwaliteit. Het is dik papier. Dus heel makkelijk te bewerken en ook te knippen. Gaat vanzelf. We leggen dit hier. Zo'n beetje mooi in het midden. Goed aandrukken. Ook aan deze kant. Lijm eraan. Dit is mijn kaart. Let jullie dan ook even op dat je dit ook zo zet. Dus je doet ze zo op dat die halmen van het graan naar boven gaan. Hè. Dus even een beetje uw gedachten erbij. En dan ons middenstuk. Dus dat is, je ziet, dit is een lange stuk. Dat moet aan de linkerkant komen. Wat doe ik nu? Ik doe een stukje tape. Dubbelzijdige tape. En dat plak ik aan deze kant. Zo. Je zorgt wel dat het stevige tape is. Deze kun je ook bij Creatief Aard krijgen, hoor, deze tape. Zo. Plak je hier in deze hoek. En dit stuk. Plak je hier bovenaan. Zo. Even tape eraf halen. Dus, hier hebben we een stukje tape geplakt en hier hebben we een stukje tape geplakt. Ja? Dan nemen we onze kleine kaartjes. Nu, die moeten niet gelijk, nee, dan zijn we fout bezig. Leggen ze een beetje mooi recht en we zorgen dat deze mooi in het midden komen. Dus je zult zien, dit stuk steekt eruit en dat stuk steekt er ook uit, buiten de kaart. Geen probleem. We moeten alleen zorgen dat, dat we het mooi in het midden gelijk hebben. Voilà, we leggen. Hier aandrukken, hier in de hoek aandrukken en... Wat doet onze kaart? Voilà. Even open doen. En we hebben een mooie pop-up kaart. Zo eenvoudig is het. Nu gaan we ze natuurlijk nog verder afwerken. Hier aan de voorkant. Kunnen we dit mooie papiertje plakken. Maar ik ga eerst even... Dit al erop plakken, dan kan dat een beetje drogen. Voilà, deze stukjes laat ik even drogen. Kan ik even verder gaan met mijn echte kaart. Je ziet, ze komt openstaan, dus is het heel leuk om daar een bandje rond te doen, dat de kaart mooi dicht blijft. Gewoon weer lijm eraan, aan ons dessinpapier. Voilà.
En dan hebben we hier nog deze label die we hier kunnen plakken. En dan kunnen we hier nog deze band rondom brengen. We weer dubbelzijdige tape aan dit stukje. Kan ook met de gewone lijm, alleen moet je dan even wachten tot het wat beter droog is. Zo. Mijn kaart is klaar. We kunnen nog van alles versieren met proficiat, hartelijk gefeliciteerd. We kunnen hier aan de binnenkant ook nog eventueel op deze stukjes iets plakken of doen. Maar dat ga ik straks doen. Ik ga daar straks mee terugkomen om jullie dat te laten zien. Zo, ik ben klaar met mijn pakket. Ik ga het even aan jullie laten zien. De rode kaart is deze. Hier een bloemetje en wat pareltjes opgezet. Dit is, zie je hoe leuk? Wom. Ik heb hier een stempeltje met een wit rondje opgemaakt. Eventueel kun je dat hier ook doen. Hier kun je eventueel je naam schrijven. Voilà. Mooi. Het gaat echt vanzelf open en dicht. Dat is mijn eerste kaartje dat ik gemaakt heb. Voilà. De blauwe. Heb ik twee bloemetjes. Hartelijk gefeliciteerd. Hier ook weer een stempeltje gebruikt. Met een kleine tekst erin. Hier wat kleine pareltjes. Zo. De kaart is zelf al heel mooi, dus je hebt eigenlijk niet zo heel veel extra versiering nodig. Natuurlijk, je kunt altijd er meer versiering aanbrengen. Maar het is echt zo'n heel leuk modelletje als je het openmaakt. De gele pareltjes, gefeliciteerd. Hier ook weer. En hier heb ik ook nog een rondetje gemaakt. Misschien kun je daar nog iets persoonlijks op schrijven als je wil. Hier heb ik ook, hier heb ik dus ook bovenaan pareltjes gebruikt. Het is wel een heel leuk model, is zoiets iets anders dan een gewone kaart. Als je dat aankrijgt en je doet het open, is een ware verrassing eigenlijk voor degene die ze krijgt. En dan de paarse, hartelijk gefeliciteerd. En dan doen we ze open. Hier heb ik een hartje erin gemaakt. Een prettige dag, dat kan ook veel lief zien, dat kan alle andere wensjes kun je daarin zetten. Gelijk als hetzelfde. Dit heb ik gewoon met een stickervel gedaan. Voilà. Dit zijn mijn vier kaartjes van de Pop-Up Flowers. Nu is er ook nog een ander pakket uit van Pop-Up. De landschappen. Dat is dit pakket. Dat is ook heel mooi om te maken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.